Ja, aber Jungs. Allemaal een paar slokken. Heerlijk jongen. Schapen, dat is echt goed voor je. Dan zie ik morgen vast dat jullie gegroeid zijn. En dan heb je nog meer energie als dat je al had, denk ik. Dan ga ik nog beter helpen bij boer Jan. Dan heb ik morgen nog een dagje vrij, hè. Melk ik wel. Ja, dat melk ik jullie. Mag ik nog een dagje melk? Kom mee. Ik heb het gedaan. Heb je al een melk? Dit is schapenzaken. Lekker. 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 Thank you.
Bob, dat moet heel netjes stilzitten. Hoe stiller die zit, hoe makkelijker het gaat om te scheren. Dat is bij jullie ook. Als je steeds beweegt bij de kapper, dan duurt het eindelijk. En als je goed stil zit, dan is het stil. Hé, lekker. Nou. Hij wil niet. Goed zo. Nou, zijn nek is al kaal, jongens, aan één kant. Dus nu moet hij even in de houtgreep. Kijk, doen we hem even zo. Hopsie. Kijk eens. Nu kan hij nog. Heb ik twee handen vrij om hem goed te sturen. Want het is heel belangrijk. Want u roept wel allemaal A en O. Maar het is heel belangrijk dat de huid van het schaap goed strak zit. Want als er allemaal plooien in zitten, dan knip ik in die plooien en ja, dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Dus die huid van de schaap moet goed strak zitten. En daarom op deze manier kan ik hem met mijn knieën, kan ik mooi die buik goed rondduwen. Zie je wel, kijk, nu staat die buik goed rond, kan ik hem heel goed scheren. Dus op deze manier moet dat even. Nou, gaan we verder met zijn buik. En goed opletten jongens. Ja, want straks dan zijn jullie aan de beurt. Het is heel makkelijk, hè? Ja, eigenlijk stelt het niks voor. Maar dan doe je altijd met de handen. Ja, hopje. Zo.